Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een beetje een gemengd beeld boven Nederland. Soms is er wat bewolking, maar vaak zijn er ook nog wel opklaringen. En de wolken die er zijn, die breken in de loop van de ochtend wel enigszins, zodat de zon ook in het zuidwesten bijvoorbeeld nog goed te zien zal zijn. Meeste zon in het oosten en noorden van het land. Temperaturen in de ochtend zo rond de graad of 18. Vanmiddag wordt het 19 graden in het noordwesten, tot 2 of 23 in het oosten van het land. Er is nog ruimte voor de zon, maar er ontstaan ook stapelwolken en er vallen lokaal enkele buien. Ook vanavond kan er lokaal nog een bui vallen, tussendoor wat opklaringen en dan liggen de temperaturen tussen 16 en 18 graden. Morgen ziet het weerbeeld er anders uit. In het oosten misschien nog wat zon en eventjes droog. Daarna raakt het ook daar bewolkt en gaan er stevige buien vallen. Temperaturen doen een stap terug, 16 graden langs de westkust tot 19 of lokaal 20 in het oosten en noordoosten van het land. Ook donderdag valt er nog een enkele bui, maar geleidelijk krijgt de zon alweer meer ruimte. Vrijdag is de zon volop terug in het weerbeeld en begint de temperatuur flink te stijgen. Zaterdag wordt het lokaal tegen de 30 graden in het zuidoosten. In het zuidwesten kan later op de dag een onweersbui vallen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl